het voorraam. Gevaarlijk, man. Dat deed je bijna expres, hè? Dat deed ik niet expres. Jawel. We gaan een bloed draaien met Ekje. We gaan een bloed draaien met nog eentje, ja. We gaan een bloed draaien. Wie doet dat mee? We gaan een bloed draaien met een mastik. We zijn vandaag bij het Haagse kunsthuis van Jelle Kornstra. En ja, Jeffrey Huff gaat openen. Hè. Er worden bodypaint en weet ik het allemaal. Dus we gaan even kijken. Dat is waar ik van de hand. En Peter Klashorst en de Cobra. Nou, we gaan even kijken. Om 4 uur begint het. Ik ben weer mooi op tijd. Dus dan gaan we even kunst en blowen. Nou, even kijken wat er te doen is. Dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en vriendinnen. Zouden jullie allemaal even naar binnen willen komen? Of de mensen die in de bosjes nu lekker met elkaar fantastisch zijn? Daar ben je trouwens gewoon een dark room voor, hè? De linkerhand tegen. Nou, als je dan niet maar in de positie en aan de linkerkant een fantastische dark room, maar ook nog heel leuk werk had. Van nog een hele kinky kunstenares die mij geschaald heeft gehad. Nee, ik ga ze gewoon hier ook even laten afspreken. Ik ben vanmorgen bij waterprogramma gegaan en denk ik moet vandaag deze kunnen lopen. Nou, je ziet het, dat is gelukt. Dankjewel. Oh ja, doe ik ook handig. Gelijk gesloten, hè? Alles wat ik aanraak, maar even gaat kapot. Zelfs mijn gepoot. Wat je denkt, heeft een ongeluk gehad. Ik ben niet het verkeerde clubhuis ingelopen. Maar ik heb een hele akelige bacterie in mijn voet gehad. Met als gevolg dat ik voortaan 50% korting bij de pedicure krijg. Maar we moeten niet klagen, we moeten niet zeuren, we moeten niet zeggen, potverdikken, want het gaat allemaal fout. Er gaat namelijk ook heel veel goed in deze wereld. Zo waren wij tot voor kort in Den Haag trots op hele vreemde dingen. Wij waren trots op de langste laan van Europa. U weet wel, de laan van Medevoort. Nou ja, als je echt helemaal niks meer hebt, dan ben je trots op een hele lange straat, de langste van Europa. Zo hebben wij ook de liefde voor ADO. U kent het allemaal, FC Den Haag al liggen mee. Nou, ADO, dat is hetzelfde als verkeering hebben met een vrouw die nooit klaar komt. Of verliefd zijn op een vrouw die je nooit kan krijgen. Want het komt nooit terug, het is nooit wederzijds. Het kost je heel veel tijd, heel veel energie. En dan één keer gebeuren er toch ineens leuke dingen. Zo was er van de week, zag iemand van de Christendemocraten op tv. En die maakte mij helemaal blij, want... wij moeten mensen opvangen in huis. Ik ben helemaal voor. En morgen, heb ik al jullie de heugelijke meenemen. Morgen, deze zover, dan komen er 2 studenten van 25 en 28, dat zie je hier. Lekker een paar maandjes bij me logeren. En ze zijn van harte welkom. Maar goed, vandaag zijn jullie van harte welkom. Op een bijzondere plek, een bijzondere dag. En toen ik hier van de week voor het eerst binnenkwam. En in gesprek ging met de man die de stiefdemel met 5 jaar verhaal is met een kopstro. Daar heb ik mee gesproken. De passie droopt er vanaf. Het was een goed verhaal. Een fantastische collectie die hij zelf had opgebouwd. Zelf maak je ook nog eens een keer zeer bijzondere leuke dingen. En wat mij het meest aansprak, dat hij heel veel goede, leuke, talentvolle kunstenaars en kunstenaressen. En toen ben ik rechts vlog staat daar te veel iemand opzij. Want die hele lekkere kunstenaars daar achter. Dat is toch van de dag. Hoe moet je dat doen? Nou, dan ga ik even kijken. Maar het wordt nog veel bijzonderder, want die collectie die hier staat. Is buitenaards. En heel veel jonge, goede, talentvolle kunstenaars. Niet alleen uit Nederland, maar ook uit de Molen in Vlaanderen. Die exposeren hier vandaag. En er zitten echt bijzondere dingen bij. En ik zou u alvast adviseren om vooral naar het werk uit België uit Vlaanderen te gaan kijken. Want het is echt bijzonder mooi. En dan kunnen wij er langzamer werken dat wij volgend jaar zomaar met z'n allen voor België zijn. Want over een klein uurtje weten we het zeker. Dan gaat het Nederland zelf al net weer leuker naar Frankrijk. Op kindertour, dat was een beetje tienertour van de week. Je vond het niet. En als een beetje dat je het over gaat, dan gaat het net niet helemaal horen. Maar goed, vandaag dus een zeer bijzondere dag. En een warm gevoel kreeg van de week, want de man waar ik het over heb, is de Jelle. Ik ga hem zo naar voren roepen, dan moeten jullie echt hysterisch hard klappen, springen, schelen. En meisjes, je mag natuurlijk ook gewoon je slipje naar het podium gooien, want dan voelt hij ook een beetje rock'n'roll.
openingshandeling doen, dat is echt bijzonder. Want na de lagere school verplaatst geverfd. Vingerverf was het volgens mij. En dus ik ga heb de eerste streep op het doek naar buiten zo. En dan ga ik het verder weer afmaken. Ik ga er ook inclusiever wat ervoor. Dat mag op geboden worden, het geld gaat daar goed doen, namelijk de drankrekening, de veteranenafvalsfeestje. Maar als je op een goed doel, hè? Ja. En er zijn ook nog twee fantastische muzikanten die voor je gaan spelen. En daar ga ik maar gelijk namen van vragen, want dan gaan ze misschien ook gelijk beginnen. Zo, nou, ik heb nog een verrassing. Ja, zou jij misschien even, ze laten eerst even de openingshandeling doen. Ja. En dan komen we daarna hier en dan gaan wij beginnen. Groeten. Dat een beetje wietolie er doorheen heeft. Is het gelijk een rug meer waard. Nee. Maar wel van de kunst. Muziek hierbij. Sascha, slow. Gaan we zo ook even filmen. Jo, ook zo.
Ja, ik zag het net. Ik hoop dat het een beetje dadelijk te zien is op de camera. Maar dan hoor ik je ook iets zeggen volgend jaar. Ga je nou? Ik ga dan volgend jaar naar Art Expo 2016 in New York. En dan gaan deze gepresenteerd worden. Er zijn meerdere doeken, heb ik al van dit. En dit is gewoon de eerste keer dat ik het tentoonstel aan het publiek überhaupt. Dus dit vind ik interessant om te zien wat de reacties zijn van mensen. Ja, ik vind het heel gaaf in ieder geval. Dus, dankjewel. We houden je in de gaten. Ja, toch. En veel succes in Londen. Ja, nee, we gaan het beste knallen daar. Oké. Wij zitten daar. Oh, daar ergens. Nou, dan moet ik daar nog een vraag naar. Waar? Ja, dat is echt heel leuk. Maar, nog wat bijzonders. Ik wil jullie allemaal vragen, ook de dames en heren buiten, om even naar binnen te komen en even te lopen naar de hal waar je binnenkomt. Want daar is echt een bijzonder project bezig, onder andere bodypainting en zo. En die mevrouw die hier staat, die kan me alles over vertellen. Dus als jullie allemaal naar deze kant komen, kun je haar mee draaien, hoor je alles over. En Jo en Sassi gaan gezellig naar de doorspeling, want Jo heeft al zo iemand gezien. En dan, dus zet die maar vast in je telefoontje, in je agenda. Over 2 weken op zondag gaan we hier schilderijen afzijden. De hele collectie die je binnenhoudt. Alle mooie werk, ook van de beroemde kunstenaars, van de jonge kunstenaars. Kortom, dat was een hele leuke veiling. Maar we beginnen vast met mijn werk, dames en heren. Nou, ik moet ervan uitgaan dat er aan materiaal kost in onze doek. En een beetje verf. Nou, laten we zeggen, 75 euro is in zo, zoiets. Oké, dan gaan we beginnen met 75 euro. Wie vindt dat 75 euro? 75 euro, dan worden we hier vooruit. Wie biedt er meer dan 75 euro? Jongen, luister maar goed. Is er niemand die zal? Ja, 100 euro aangeboden. 100 euro aangeboden in de tijd. Jij bent weer in zijn collectie. Ja, dat zegt wel, hè. Die heeft een keuze aan. Ik weet niet wat hij op heeft. Ah, klas hoor. Hij heeft een collectie en we hebben een hulp erbij. 100 euro voor een Jeff Korsla, dames en heren. Is iemand die 110 biedt? 110 voor je. Ja, kijk, dat gaat erg bij. 110 euro voor jongens en meisjes. Wie biedt er meer dan 110 euro? Dan gaan we naar 120 euro. 120 euro, jullie niet op haar ingewonnen. Ja, wie dat er nog over heeft? Ik zie dat die heel graag wil. Ik geef van al die vingers. Oh, zo, kijk dan. Zo. Ja. Nou, dat is een keer. Eenmaal. Oh, nee. 130 gewoon, die heb ik. 130 euro. Nou, en jullie kunnen net weg gaan vandaan, want we hebben het goed. Ja, toch? Je kan toch wel kijken in van de pakken van de tafel vandaan. Wordt op drugs ook bij, weet je. 130 euro gewoon. Wie biedt er meer dan 130 euro, mensen? Zeg je ja? Ja? Wie biedt er meer dan 130 euro? Dan zeg ik, Jelle geboden. Die had ik nog laatst op gedaan. Jelle. Heel graag Jelle, dan ben je heel blij. Dames en heren, jongens en meisjes, dan zeg ik, eenmaal, allemaal verkocht aan Jelle Koonstra. En dan kunt u er met gif op opnemen dat deze over te rekenen. Opnieuw in de 50 gaat, maar dat is een stapdag. 130 euro, dus Jelle heeft er een paar uur te verdienen vandaag. Dat is lekker, want die gaat er gewoon over 2 weken voor de hoofd zijn. Over 2 weken, op zondag hier om 4 uur, zet het in je agenda. Kijk het even bij de meisjes van de bodypainting. Ik wil alvast de dames en de heren van de catering heel hartelijk bedanken. En dan mag je best wel klappen hoor. Ja. Nou, zuip u maar niet klappen. Jullie zijn even in die gaan aan begrafenis. Die pakken een plak cake en een
kop koffie. Ria, goed dat je dood bent. Kom op, man. Ja, op dat Brabant rijden op zaterdagavond. En dan langs zullen we ergens een camping kantine. Je hoort misschien niet. Nou ja, het is hier gezellig. Je gaat er binnen. Terwijl er gewoon een bruiloft die met alle gang is. En dan zeg ik, ja, nee, als je vraagt. Nee, ja, ik ben de familie van het bruid. Ja, ik ben een neef uit het westen van het land. En dan gaat de suiker en zuiver. Neuk ook, alles. Goed, jongens en meisjes, dames en heren, geniet er even van de kunst om je heen. En dan vraag ik u nog eenmaal, nou nog, voor de one and only, goddelijke Sascha de Baar. Die gaat er even haar kost inspireren op ter, om haar kunst te laten leuken. Ze gaat doen wat ze helemaal zo goed is. Samen met Jeugd Roep, ook een zo fantastisch artiest. Dames en heren, jongens en meisjes, Sascha de Baar. Al die kunstenaars op doktoren hier tegen. Het is gewoon één groot feest. En het schilderij verkocht voor 130. Dat maakt mij ook niet uit. Maar ik heb gewoon niet gezegd. Luister. Ja toch? Zwartrijdende persoon. Ik heb niet betaald. Echt niet. Ja, maak je druk. En als ik had betaald, dan had ik het zwart geld betaald. Maar ik betaal niet. Maar ja. Oh, licht. Het licht gaat uit. Ja, je rijdt zwart, dus gaat het licht uit. Helemaal top in je ATM. Zo, bijna door het voorraad. Gevaarlijk, man. Dat deed je bijna expres, hè? Dat deed ik niet expres. Jawel. Je moet remmen voor die bocht. Ja, tuurlijk. Ja, anders gaan we de bocht uit. Je hebt een zwartrijder in je trap. Ken dat nog? En twee controleurs. Je loeit je nog, ik ben helemaal niet gewoon. Nee, dat weet ik toch wel, joh. Anders ga ik door die film op mijn gol. Ik werk niet bij de ATM, hè? Ja, toch? Gorky. Hey, helemaal. Gorky, ja, ik ben zeker Gorky. Ook al, geen lekker stoot. Maar ik ben niet vervelend. Als een kanaal. Alleen, ik, ja, zo stoot als een kanaal. Je bent zo stoot als een kanaal. Nee, de volgende halte moet ik eruit. Nee, dan moet je ook flink zijn, maar je weet dat. Nou, dan rijd ik toch mee met het eindpunt. Ja, en wat krijg ik dan? En dan een stukje terugloop. Dan krijg ik lekker een beloopje. Nee, die krijg je ik ga nou ook mee rijden tot het uitpunt. Ja? Okay, natuurlijk, voor het mooie filmpje. Ik ga door, hoor. Ja, oh, hey. Ik rijd naar het. Godverdomme. Nou.
Oh, de controleurs. En toen zat er toch nog één. Ja. En is hij gecontroleerd? Hé, hey, maar leuk grapje. Maar ik heb wel betaald hoor. Als ik jou was, zou ik even kijken naar Exis Vlog. Kijk, dat is televisie. Dat is top.